Hallo, wist u dat jaarlijks zo'n 500.000 jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België? Deze neerleggers hebben drie mogelijkheden. Het importeren van één of meerdere ZIP- of XBRL-formulieren. Een neerlegging doen op basis van een PDF-formulier. Het opmaken van een nieuw aangifteformulier. In deze instructievideo leggen we stap voor stap uit hoe u een aangifte van een jaarrekening kan doen op basis van een PDF-document via de filing-toepassing van de Nationale Bank van België. Eerst moet u verbinding maken met filing. Als u filing voor het eerst gebruikt, is uw persoonlijke ruimte nog helemaal leeg. U kunt op het beginscherm klikken op de knop een aangifte doen op basis van een PDF-formulier. Als u daarentegen al eerder een neerlegging hebt gedaan, klikt u rechtsboven op uw scherm Nieuwe neerlegging. Vervolgens kiest u een aangifte doen op basis van een PDF-formulier. Voer het ondernemingsnummer in van de betrokken onderneming waarvoor u een jaarrekening wilt neerleggen. Vul de verplichte velden in, zoals de begin- en einddatum van het boekjaar, de gewenste taal voor het opstellen van de jaarrekening. Let op! Aangezien Engels geen officiële taal is in België, worden jaarrekeningen die enkel in het Engels zijn opgesteld niet als rechtsgeldig beschouwd. De munteenheid, het model van de jaarrekening en klik op het formulier aanmaken. Vermeld ook de datum van de algemene vergadering. Klik op opslaan. Druk op PDF toevoegen onderaan de pagina en klik vervolgens op opslaan. Valideer het formulier. Het validatierapport verschijnt op het scherm en toont eventuele blokkeringsfouten die gecorrigeerd moeten worden voor indiening en of waarschuwing die geen hinderpaal vormen voor indiening. De jaarrekening kan daarna worden ingediend via de knop Indienen, tenminste indien ze geen fouten meer bevat. U kan de gegevens van een eerder opgemaakte jaarrekening alsnog wijzigen door te klikken op de drie verticale stippen en er te kiezen voor gegevens van de jaarrekening bewerken. Vergeet niet om alle wijzigingen nadien ook op te slaan en te valideren. Als de neerlegging correct is verlopen en nadat de betaling is ontvangen, wordt de jaarrekening gepubliceerd. Voortaan kan iedereen ze raadplegen via de consultpagina op de website van de Nationale Bank van België. Wilt u graag nog meer weten over het neerleggen van de jaarrekening? Bezoek dan zeker de vernieuwde website van de Balanscentrale of abonneer u op het YouTube-kanaal van de Nationale Bank van België.